Visio. Een lijn tekenen met behulp van de inkepingen in de vierlineaal. In deze video leer je hoe je de inkepingen in de vierlineaal gebruikt om een lijn te tekenen die een bepaalde lengte heeft. Leg de volgende spullen klaar. Een vel papier, een potlood of stift, de vierlineaal en eventueel twee punaises en een kurkbord. Langs de rand van de lineaal zitten inkepingen. Die voel je als je er een lijn langs tekent. De inkepingen zitten precies 1 cm uit elkaar. De opdracht: teken een lijn met een lengte van 5 cm. Stap 1: de liniaal goed neerleggen met de inkepingen van je af. De inkepingen zitten maar aan één kant van de liniaal, aan de kant met de lange strepen en de breie cijfers, dus niet aan de kant met de zwartschriftcijfers. Leg de liniaal zo neer dat de kant met de inkepingen van je afwijst. De zwartschriftcijfers staan nu ondersteboven. Als je wil, kun je de liniaal vastzetten met twee punaises. Leg er dan wel een kurkbord onder. Het maakt niet uit in welke gaatjes je de pinaises prikt, als ze maar niet te dicht bij elkaar zitten. Als je geen pinaises gebruikt, moet je de liniaal goed vasthouden. Stap 2: De lijn tekenen. Begin met je pen bij een inkeping. Trek een lijn langs de liniaal. Iedere centimeter voel je dat je pen even blijft hangen bij een inkeping. Als je vijf inkepingen verder bent, dan stop je. Het maakt niet uit bij welke inkeping je begint met tekenen. Als je met rechts tekent, teken dan van links naar rechts. Als je links bent, mag je ook van rechts naar links tekenen. Je hebt nu een lijn van 5 cm getekend. De opdracht is geslaagd. Probeer ook lijnen te tekenen van 4 en 8 cm. In deze video heb je geleerd om met behulp van de inkepingen een lijn te tekenen. Je kunt op deze manier een lijn tekenen die een geheel aantal centimeters lang is. Als je met halve centimeters nauwkeurig wil werken, kun je de tekenstop gebruiken of een lijn tekenen zonder hulpmiddel. Hoe dat gaat, leer je in andere video's. Probeer alle drie de manieren en kies daarna wat voor jou het beste werkt. Dit was het. Kijk voor meer instructievideo's, creatieve tekenopdrachten en bestelinformatie op edivip.nl schuine-lineaal.